Top, Lammerke. Loopt er mooi af. Dessertje meebrengen. Dank u, alsjeblieft. Brownie van cashewnoten, sabayon van grutbier. Met een kersengel bij, vanillemoes en een chocoladekaramel. Ja, schat. Het is wel lekker. En de sabayon ook. De combinatie is, dat klopt gewoon. Die mooie, smeuïge smaak van je warme brownie. En toch tegelijkertijd die frisheid van je citrus, dat dat ook niet overdreven is. Mm. Is wel lekker, hoor. Vooral met die kers erbij is lekker. Ja. Mm. Lang geleden heb ik een keer zo'n lekker dessert gegeten met alles erop en eraan. Eigenlijk simpel, maar zeer lekker. Kers maakt dit gerecht zeer bijzonder. De dessert was de real dope. We zijn. Het is wel een uit- en aflekbordje, dit. Zeg? Toch? Zijn nu een tweede bord besteld, dan wordt hij helemaal. Dan weet hij helemaal met zijn voeten te flappen. Hij komt, hij komt, hij komt. Je weet dat ik er aan ben, hè? Eigenlijk ben je een trut. Eigenlijk vind ik je een grote trut. Omdat je aan de ene kant laat je het zitten en aan de andere kant maak je zoiets fantastisch en denk van, waarom doe je dat nu? Kijk. Dat is ook lullig. Je bent met de laatste drie. Laten we het ook positief houden. Ik ben ook blij dat het vestje super lekker was. De cellus. Echt wel mega fantastisch. Maar die, met het voorraad laat je het liggen. Ik heb bekeken. Een ander had van mij uit de cellus gemaakt, man. Hey. Dankjewel. Goed gedaan, jongen. Dankjewel. Chef, bedankt. Dankjewel. Jongens, de bulk erin, man. Ook al komt er een of andere lulband die het afbreekt, tandjes op elkaar. Houd de eer aan jezelf. Het beste dat je kan doen. Ja. Goed? Ja. Succes, hè? Ciao, ciao. Niet blij, hoor. Stop te zien. Ik denk dat Maël vooral haar positiviteit en haar glimlach weer naar boven moet halen. En gaat koken zoals ze op dat heen kookte. En met die woman power die ze eigenlijk uitstraalde, daar moest ze gewoon mee verder gaan. En dan kan ze de finale halen. Als ik kan goedkoop. Tuurlijk is het recht. Ik kan het niet willen. Natuurlijk is het recht.